Yo, mijn speler en ik kraaf vandaag op mijn rug bij één van de laatste delen van Pokémon Fire Red. Wat we vandaag doen is tegen onze rivaal vechten, die hier namelijk nu al staat. Doe vast een blauw duimpje omhoog voor het vechten tegen de rivaal. En dan gaan we nu beginnen met deze aflevering. Met dit epische gevecht tegen onze rivaal, die gewoon Gary heet. Die ik eigenlijk gewoon AIDS of zo had moeten doen. Maar wat ik bij het volgende Pokémon spel ga spelen, sowieso wel gaan doen. Ik ga mezelf Hentai noemen of andere Hentai. Ik weet niet. Ik ga mezelf een van de twee Hentai noemen en dan ga ik AIDS noemen. Ik weet nog niet wie wat heet. We zullen wel moeten zien. We hebben als eerste Spoke tegen Job. En Spoke gaan we Hypnotic Start doen. Spoke's attack mist. Hey, wat is dit? Ja, valt hij in slaap. Opkeer. Ja. En 3 meter. Oké. Pam pam pam. Kijk eens, dat is een lekkere attack hoor. The Jot's dream was in. Ja, dat is jammer hè. Dan gaan we voor een Shadow Punch. Kut, dat doet geen effect. Ja, YOLO. Doe ik het weer, godverdomme. Hypnotic. Ik wil. Godsamme. Hij moet hem wel verslaan, hé. Hè? Zo. Zo, dat is beter. Dat lijkt in middel. Ik moet echt minder aan deze draad zitten. Want je hoort echt kut veel gekraakt daardoor. Dus ja. Ik heb het niet aan. Elke zeer. Nee. Dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. We gaan elke zeer laten slapen. Dream Eater. Waarom klik ik daar dan op? Ja, dan ben ik dood. Godsamme, hé. Of juist doet het heel weinig. Ah, maar gaat dus nog dood. Het is super effective. Wat ik had juist dat. Hè? Met Elite 4 was het super. Ineffective. Nou. Zo wel, gooi Lappers er wel uit. Zo wel, Spook. Die doet wat hij kan doen. En wij gaan surfen. Surf, surf, calm mind. Surf, surf, bird, surf. Goed. Lepers, you surf. God, he died. Oh, toch niet. Ice Beam dan maar. Oké, wat gaat hij weer terugzetten? Execute. Oh mijn god, meen je niet echt. Kut dat dit naar Ice Beam gaat opvangen, hé. Wij gaan wel wisselen voor... Het is super effect, echt waar. Oh, ja. Dan is het effectief, joh. Dan is het effectief. Rhyhorn, nee joh. Wij houden gewoon deze Pokémon. We hadden gelijk langs het Pokémoncentrum moeten gaan, hé. Oh, ja, Surf is ook wel effectief, joh. Gaat hij ook vast wel dood aan, hoop ik. Nou, misschien toch weer niet. Nou, toch echt wel. Hij is helemaal dood. Hij is gewoon helemaal dood. Hij is gewoon even, hij is niet dood. Kijk, dus kijk dan, hij is weg. Hij is dood. Yeah. Ja. Nou, Lepers krijgt lekker veel XP. Growlite. Nee. Lepers is echt een hele chille Pokémon die te hebben in je team. Oh nee, hij ziet er eng uit. Dat durf ik niet aan te vallen. Oh, maar wil gewoon surfen, dan gaat hij dood. Helaas, je hebt geen kans. Lepras is te oppermachtig. Ja, LXM. Nee joh, maakt uit joh. Hij heeft LXM nog en nog een Blastoise. Nou, daar moeten we wel kunnen vermorselen. Laten we beginnen met een Hydro Pump. Oh man, fuck jou, LXM. Dat vind ik niet lief van jou, hé. Maar je bent wel dood. Ha, lekker voor je. Goed, zo voor experience points, yes. En we gaan onze favoriete elektrische Pokémon ervoor terugzetten. A.K.A. Sparkle. Kom op, Sparkle. You can do it. Spark. What again? Geen probleem voor ons. Spark. Kill him. Kan het. Ik geloof erin.
super effective, niet effectief genoeg als ik het zo zie. Toch een spar. Als het zo door blijft gaan om en om, dan win ik het hoor. Nou, ik een critical hit en dan is hij dood. Kom op, critical hit. Geef me een critical hit. Nee. Maar, wel lekker. Oh, yes. Spark en done. We win. Zo simpel is het. Ja. Goed. We have what the fuck? We hebben Gary verslagen in ieder geval. Hey, super awesome. Oh no, ik heb verloren. Oh nee. En dan gaat hij. Ja. Spookbos heeft verslagen, toch gaat hij richting de Elite 4. Wat wij nog wel gaan doen, is niet over het randje rijden, godverdomme. Wij gaan eventjes onze Pokémon's hier. Eventjes oplaaien. Oh ja. Nobody cares a fuck about you, what you say. Ja. Zo, oké. Dan moet even kijken. De bag. De Thunderstone Antidote Revive. Super Rappel. Ja, hier. Nice. Die moest ik eventjes zeker weten dat we die hadden. Ga eventjes high speed doorheen. Weet je, want ik denk dat niemand iets boeit over dit stukje lopen. Misschien, wat coole muziek, maar voor de rest, nee. Goed, hier mogen we dan weer net niet fietsen. Ja, yes, dat is de eerste badge. En dan gaan we op B. Oké, dit is wel vet muziek, we gaan gewoon even zo. Vergeet iets. Ja, ik sprong op en ik dacht, oh shit, we vergeten iets. Dus, oh ja, Lapras heeft surf nog, maar we hebben ook een Pokémon nodig die strength kan. En aangezien we die niet hebben, of niet bij ons hebben, we hebben een chew dude in de computer zitten. Maar die moeten nou eens strength leren en die moeten meenemen, anders kunnen we niet voorbij de shit komen. Dus we nemen hem nemen we mee en zitten we. Voor wie zullen we ruilen? Wie zullen we voor verwisselen? Laten we zeggen voor Sparkle. Weet je, Sparkle, je bent een super coole Pokémon. Maar ik denk dat jij het minst van nut bent met steegsteen Pokémon in die grotten daar. Dus ja, that's why. Ik hou nog steeds van jou, Sparkle. Oh. Spook. Pak ze, Spook. Kut, daar ga ik overheen. Wat doe ik allemaal, jongen, wat doe ik? Ik kan ook iets op doen, het spijt me. Zo, ja. Bram, en dan nu. Even muziek, jongens. Het lijkt me ook een kutbaan om hier de hele dag naast het potje te blijven staan. Een Pokémon op Psyduck, je verpest het hele moment, man. En nu komen we op de Victory Road. En wat we gaan doen hier is, we gaan zeggen in de bag. Als allereerst de TM case openen. En we hebben trouwens nog best wel veel dingen hierin. Hey. Misschien dat we hier wel iets nuttigs kunnen doen. Dat we Pokémon even vette aanvallen kunnen leren. Hey. Dat zou op zich wel heel chill zijn. Maar wat we hiervoor gaan doen is, we gaan strength gebruiken. En op Chewdude. Alleen op Chewdude, want anders dan verpest voor de andere perfecte Pokémon. Strength is voor mij namelijk qua aanvallen niet heel sterk. Magnitude is zwaar chill. We gaan even voor iets. Ja, nobody cares.
Goed, wat we daarna gaan doen, is gaan Super Rappel gebruiken. 200 stapjes zonder Pokémon. Hey, hoe zwaar chill is dat? Dat dacht ik ook al, ja. Je moet goed letten op de muurtje nu rechtsbovenin op het pad. Er staat een muurtje recht omhoog, die gaat dus nu weg. Zo, oké, let op. Die gaat af nu. Ik heb toch een Repel gebruikt? Dan is het sowieso een zwaar sterke Pokémon. Ja, 46 man. Damn. Kunnen we even wegrennen? Got away safely. Nou, is het ook useless? Tik, 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 tik. Pas op dat we niet naar buiten gaan. Tik, tik. Tik, 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 tik. Nou, let goed op het muurtje hier links. Oh, nou is hij net buiten beeld. In ieder geval het muurtje hier nu, waar nu boven mij is nu weg. Het stond net een muurtje voor de mensen die het nog niet door hadden. Dat is gewoon awesome. Hier kunnen we trouwens, hier kunnen we vette derg pakken. Ja, kut Onix, niemand mag jou. Goed, voor mij is deze beter. One Rare Candy, nee, die wil ik eigenlijk niet. Ik wil eigenlijk die attack. Bovenin zat een aanval. Dat er allebei een aanval zat. Nou ja, dan niet, hè. Dan ook niet. Zo, ik heb geen zin om tegen trainers te vechten, dus ik kom wijzen even een beetje. Weet je. Ik heb toch al tegen zat veel trainers gevochten. En dan kan ik ze straks altijd nog gebruiken om tegen te trainen. Goed, goed, zo. En dan doe je zo, bam, bam, zo. En zo. Oké. Okay. Oh, toch komen we nog een Pokémon tegen. Ik denk, we kunnen het wel even zo hoor. Ja, nee, kan niet. Doen we even nog een Repel gebruiken. Weet je, nog 200 stapjes hier in veiligheid. Goed, dat ging niet zoals gepland. Deze gaat sowieso omdraaien. Ik weet het al niet. Ik ben een supersterke Onix van level 48. Dat is best wel sterk, hè? Bijna dat je zegt, oh, gebruik ik even om bij de Elite 4 te gebruiken. Maar nee. Zo zijn wij hier weer niet. Moeten we hier naartoe? Ik denk het wel. Ja, hier naartoe. Dan moet je deze niet ver naar boven duwen. Ja, zo. En niet hoger, want anders ben je echt lul. Eerst een fucking sterke Onix waar niemand iets op geeft. Onix, ga weg. Zo. Pam, 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 pam. Bam, 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 ja, en weer veel te sterk, hè. Macho, weg met jou, en gaan we even terug fietsen. Oh, wacht, hier zit een pokeball, die kunnen we gelijk toch even oppakken. Overheat, geen idee wat het doet. Goed, dan doen wij zo. Zo, 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 zo. Zo, zo, zo. Is dat het? Of is het... Nee, het is deze. Die moet hierin. En dan moet je zelf achteraan gaan. Dat is wat je moest doen. Kijk, en nou heb je deze hier. En dan buur je die helemaal naar links. En dan... Nu. Rechtsboven mij zit een muurtje. Die gaat dan zo meteen weg. Moet zo tik, 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 tik. Fietsen. Gaat nog sneller. En hier zit een pokebal. Ga je ook even gelijk doen. Oh nee! Een overpowered Machoke! Waar niemand zin in heeft om tegen die te vechten, maar dat maakt allemaal niet uit. YOLO. Dan gaan we hier naartoe en dan gaan we hier langs hun. Ik heb echt geen zin om tegen mensen te vechten. Ja. Dus dan gaan we zo en dan doe ik zo. Ja. En tegen hem hoef ook weer niet te vechten. En dan zijn wij er. Die muziek is echt zwaar episch. Even naar buiten, weer naar binnen en weer naar buiten. Oh, dat is geen reclame bij je town. Denk me nou, toevallig ga ik precies zo dat ik er naartoe wijs. Maar het is het niet. Dat is het niet. Wauw. Nice. We zijn er. De Elite 4. Ik denk dat in de volgende 5. Dat er hierna nog 5 afleveringen zijn, ik heb geen idee. Ik heb geen idee, echt niet. Hierna zou denk ik, naar mijn gevoel, nog 5 afleveringen zijn.
Namelijk eerste van Elite 4, tweede van Elite 4, derde van Elite 4, vierde van Elite 4. En de vijfde is de champion van de Elite 4. De Elite 4 staat uit 5 mensen. Spoiler alert. Oh, want het game is echt al zo oud. Dat niemand dat nog weet. Dit geeft waarschijnlijk weer fucking hard gekraakt wat ik net deed. Ik heb een hekel aan dat gekraak. In ieder geval bedankt voor het kijken. Hopelijk zie ik jou de volgende keer weer. Gaan we de Elite 4 verslaan. En ik heb nog maar één ding te zeggen. En dat is... Later!